Dit wordt een hele interessante nieuwsuitzending. Want ik had eigenlijk vanavond, het is Shabbat, hè? Zaterdag. Oh, nou, de zon is ondergegaan. Nee, de Shabbat is voorbij. Ja. Maar goed, dan hoog. Ik had met Jurk Liesman Bijbel willen lezen. Nou, dat zat er niet in. Oh, dan zit ik dus in mijn eentje. Maar dan moet er toch wat verteld worden. En ik ga het dan hebben niet over de Bijbel, maar over het boek 1984 van George Orwell. En George Orwell, die heette eigenlijk meneertje Huppeltje Pup William of zo, Blair. George Orwell. Dat is net zoiets als Joseph Stalin. Dat is een artiestennaam. Bob Dylan. Dat is ook zo iemand. Hè? Bob Dylan heet eigenlijk. Is ik weer? Suikerdinges. Maar ja, goed, dat kan je opzoeken op internet. Hij heette niet Bob Dylan. En William Blair, dat was waarschijnlijk dan zijn doopnaam. En George Orwell, dat was de naam. Dat is een pseudoniem, heet dat. En mensen die grijpen dat boek aan, dat doen ze ook met die andere hoor, die Aldous Huxley. Hij heeft zo'n boek geschreven, Brave New World. En de samensweringsterroristen, de samensweringsterroristen. Die brullen dan van, ja, dat is predictive programming. Ze zitten van tevoren te vertellen wat ze gaan doen. Dat klopt. Maar er is voor ons christenen niks aan de hand. Want als christen kan je rustig 1984 van George Orwelliaanse theologie gaan lezen hoor. Dat is nog wel geinig ook. Ik zou niet het hele boek gaan lezen. Ik zou wel die film bekijken. Met die treurige, zo'n Britse acteur. En die heeft van die treurige ogen. En die heet dan Winston. Anyone ring a bell? Dat boek is geschreven in 1948. Alsof Winston Churchill de man was die Winston speelde. Oh, wat een kleuterboek is het, man. Als je dat een beetje doorziet, hè, wat er aan de hand is. En vanuit Bijbels, of CQ metafysisch, gewoon een diep doorgaand aspect, optiek. Het zie je het in één keer. Het is gewoon helemaal, het zijn allemaal kleuterverhaaltjes. Ik zal ze even op een rijtje zetten, hoor. Verhaaltje nummer 1, hè, wat heel veel indruk maakt, dat is dat meneer Winston, die kan geen scheermesjes meer betalen. En die moet met botte scheermesjes zijn haren van zijn hoofd afhalen. Nou, wat is daar het antwoord op? Het is een allegorie. Je moet er bij een boek van uitgaan dat de boodschap goed is. En als je ervan uitgaat dat de boodschap rommelig is, onduidelijk is, dan moet je dat boek niet lezen. En bij 1984 van George Orwell, ga er maar vanuit dat die boodschap duidelijk is. En dat boek is jaren gewerkt, denk ik. Door meerdere mensen. Peer-to-peer noemen ze dat. Hè? Als je dat ter lezing geeft. Ik doe dat zelf ook met wat ik schrijf. Hè? Dat geef ik aan andere mensen te lezen. En dan kijk ik naar de reactie.
Ik kijk er ook naar. En ik luister naar de reactie en ik... Okidoki. En soms vindt iemand iets in wat ik geschreven heb wat gewoon niet klopt. Ja, dan moet ik dat corrigeren. Zo hebben ze dat met 1984 ook gedaan. Want er is zo'n dogma onder ons. En dat is dat mannen zich moeten scheren. Waarom eigenlijk? Is dat CO2 neutraal? En toch doen we het. Ik weet niet waarom. Maar allerlei mannen die vinden het heel erg leuk om mesjes te kopen. En dan gaan ze, weet ik veel, of ze zijn maffiabaas. En dan gaan ze naar de kapperswinkel en dan zeggen ze, maak er wat moois van. En ik denk, waarom? Het enige scheermesje wat ik momenteel nog kan betalen, dat zijn van die weggooiapparaten. En als je daar maar één dingetje fout mee doet, dan snij je jezelf in je huid. Ik heb een keer voor lul gezeten bij een verkoopgesprek en ik had mezelf in mijn kin gesneden. Nee, want je mag met je baard niet naar je werk. Nee, dat moet eraf. Waarom? Kijk, als ik machinebankwerker ben en mijn baard kan in dat ronddraaiende apparaat komen, ja, dan moet ik een soort van baarddoek om. Maar waarom mag ik geen baard hebben? Wie heeft dat bepaald? Waar staat dat in de Bijbel? Ja, dan kun je zeggen, ja, maar dan zie je er niet zo mooi uit. Je kan beter maar je baard eraf halen. Want er zijn ook vrouwen met... het snorren, hoor. Zal ik even een leuke mop vertellen, nu ik toch lekker diep ga over 1984? Weet je, dit is gewoon een Nederlandse mop, hè? Weet je wanneer je een Turkse vrouw in haar gezicht mag spugen? Tik, tok, tik, tok, gaat de klok. Ja, wanneer mag dat? Ja, dat is heel duidelijk. Als zij een foutje aanmaakte met een aansteken van haar checkje of dat laatste stukje van de sigaar en haar snor gaat in de fik. Maar ja, dat zijn uitzonderingsgevallen, snap je wel? Ja, die Turkse vrouwen die kennen ook het begrip tondeuze. Als je dan toch sigaar rookt, dan heb je er ook een stondeuze. Dus het is een grap, snap je? En dat komt in 1984 op heel veel punten komt dat terug. En al die grappen moet je doorzien. En dan is het een kleuterboek. Een boek voor kleine kinderen om bang voor te worden. Hoezo predictive programming? Ga er weg. Je hebt de Bijbel, daar staat het in. Van, zo hoor je het doen. En dan kan je 1000 andere gebruikshandleidingen voor je eigen leven gaan schrijven. En die zijn allemaal wat anders, hè? Een andere verwoording, meer niet. En wat ik dan die George Orwell of die William Blair, moet ik hem wat kwalijk nemen? Eigenlijk niet. Hij denkt angstaanjagend over te komen. Maar is het dat wel? Ja, er komt een tijd aan, jullie mannen, en dan moet je je blauw gaan betalen voor je scheermesjes en dan kan je er niet meer aantrekkelijk uitzien.
Is dat de angstige boodschap van 1984? Moet ik daar bang van worden? Nou, ik niet. Echt niet, hoor. Totally not. En die andere is dat als je een scherm in je huis hebt, dan kijkt dat scherm naar jou. Ja? Ja, dus? Ja, maar dan kunnen ze zien wat je doet. Ja. En dus? Dan doe ik de scherm toch gewoon uit. Ja, maar in 1984, dan kan dat niet hoor. Dan blijven alle schermen altijd verplicht aanstaan. Volgens mij niet hoor. Er is maar één scherm dat altijd aanstaat. Er is maar één oog dat altijd naar je kijkt. Want dat is de Heere Heren. Ja, die kan je niet uitzetten, hè? Nee. Dat blijft altijd zo. Jij blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag. En als er één oog is dat jouw eigen gedrag heeft gezien, dan ben jij dat wel. Wil jij een beetje de Kain lopen uithangen? Hoezo mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Nee, natuurlijk niet. Dat is het oog van de Heer. Dat ziet altijd jou. En dan die fantasie dat ze dan schermpjes ophangen. En iedereen in zijn woning die krijgt helemaal gratis tv. En dat is tegenwoordig ook zo. Net als die prijsjes van de scheermesjes. Nou, maar gek. Ik vind de hedendaagse samenleving eigenlijk geweldig. Dan wordt het iedereen duidelijk. Laten die jongens maar lekker de baarden laten groeien hoor. En gratis tv, ja kom maar op. Maar maak het uit. Er is er maar één die jou ziet. Ja, maar God die heeft dan zijn zoon gestuurd en dat was alweer 2000 jaar geleden. En ik voel me toch een beetje alleen. Homo. Je snapt het niet. Maar God heeft zijn zoon niet voor niks gestuurd. Dat was voor jou. Zo'n raadsel van, stel dat het leven was zoals dat God, er was een man met heel veel geld en die had een aquarium. En jij bent een vis in dat aquarium. En de vraag is, ben je in dat aquarium om opgegeten te worden? Of ben je in dat aquarium omdat God jou wilde zien? Ja, maar Perry, dit wordt wel heel erg eng hoor, wat je nou gaat zeggen. Dat lijkt bijna 1984 wel. Want ik weet dat er aquariums zijn en die staan opgesteld in Chinese restaurants. En dan komen van die Japanners komen naar binnen. En die wijzen dan een vis aan en die is eraan geweest. Ik bedoel een man met een aquarium thuis. Een man met een gezin. Niet dat God een gezin is of een man met een gezin. Een allegorie, hè, dat. Hè. In de regel wil die man alleen maar, die huisvader, die heeft het hele aquarium opgesteld om naar jou te kijken. En juist als je je de hele tijd verborgen houdt achter dat ene plantje, dan gaat hij helemaal om de hoek kijken van waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit mijn zwarte molly? Of een grondkruiper? En dat is het alziende oog. Daar kan je dan natuurlijk tegen inbrengen van ja, hoe moet ik dat accepteren? Kijk, ik voel me zo alleen. Ja, toch is het zo.
God is naar jou op zoek. En alles waar jij naar kijkt, dat laat hij jou zien, omdat hij jou wil zien. Zo, dat is denk ik het dogma. In 1984 dus, hè, iedereen heeft verplicht een beeldscherm in huis. En dat is alleen maar om jou te willen zien. Dat staat in de Bijbel. Je kan zeggen, 1984, dat is de Bijbel samengevat op een, echt een hele gekke manier. Kijk, er wordt al ruzie gemaakt tussen de koning Jacobus versie nummer 1, namelijk uit 1611, en die tweede, de New KJV, ja, op zijn Engels. En 1984 van George Orwell, dus zielig gedoe. En dan komt Winston, die komt er ook nog achter dat er een man is en die is hem de baas en dat is ook zo'n beroemde acteur. En die kan zijn scherm en de waarneming van Big Brother, die kan die uitzetten. Nou, dat kan niet. Dat is een onmogelijkheid. Nummer 1. En dat hoort zo in een sprookje. In een sprookje laat je dingen gebeuren die niet kunnen. Ja, dat scherm, dat wat je waarneemt en dat wat het waarnemen was en zal zijn en jou dus ziet, dat gebeuren kan je niet uitschakelen. Dus die martelaar, die schakelde de waarneming uit en die ging wild. Dat wordt de grote martelscène op het einde. Voor die tijd heeft Winston buitenechtelijke seks gehad. In de Bijbel staat dat dat geen goed idee is. Ja, denk je in? Je bent als Winston. Je hebt niet eens geld om je baard te scheren. En dan seks hebben met een vrouw? Is je kont momenteel met je twee oren getrouw? Dat weten wij christenen allang. Dus als we dat lezen, denken we, oh jee, daar gaat er weer een. Ja. Dom, 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 dom. En oh, het was Winston dom, hè? En op het einde, hoe loopt het af? Dan is Winston een beetje tot rust gekomen. Nee, hij gaat geen vrouwtjes meer wipperen in een wereld die totaal geïndustrialiseerd is. Met een of andere kutambtenarenbaan. Er gaan die lui, dat hele boek, dat is ook de hele grap natuurlijk, van mijn uitzending over 1984, dit gaat ze nog lelijk opspelen. Want je mag best ambtenaar worden, maar niet vermenigvuldigen.
AUB. Nog een keer. Je mag best ambtenaar worden, maar geen kinderen. Ja, 1 kind per vrouw. Dan hebben we het gehad, ja. Stomme ambtenaar. Dus niet dat ik dat zeg, dat staat in 1984. En in de Bijbel staat, want er is geen oorlog tussen vlees en bloed en de andere meuk. Het is een oorlog van ons tegen die overheid. En iedereen denkt, ja, ik wil ambtenaar worden, net als Winston. Nou, de boodschap van 1984 is duidelijk. Dat mag allemaal prima. Maar als eerste ga je je vrouw afzweren. En daarna een potje leren schaken. Dan heb je het hele boek uit, hè. Het is gewoon spoiler alert, daar ben je helemaal mee klaar. En dan mag je ambtenaar worden. Vandaar ook in het Nederlands heb je dan de behoefte gekregen aan een televisieserie. En die heette Boer zoekt vrouw. Want al die vrouwen die trekken naar die ambtenaren toe. Ja, mijn man die werkt bij de Europese Unie. En ik moet dan wel één dag per week de boekhouding helemaal bijhouden. Maar dat kan ik goed hoor. En dan kan ik ook vriendinnen op bezoek vragen. Dan heb ik toch een leuke dag. Ja, al die vrouwen trekken naar die ambtenaren toe. En in 1984 staat het dat helemaal niet moet. Dat is een slecht teken. En de geweldige die erin zit. De vraag dat Winston gesteld werd, sorry. Hoeveel is 2 plus 2? En Winston was echt zo dom. Jullie snappen dat toch wel? En hij gaf gelijk het foute antwoord. Even voor jullie om over na te denken. Het is een puzzel. Dus lees dat boekje nou gewoon leuk. Wat stond erin? Geen seks buiten het huwelijk. Als de uitzichten uitzichtloos zijn. Je kan je vrouw voetenmassage geven. Oké. Okay. Je kan er niet echt. Je kan er een rugmassage geven. Je kan haar aanraken. Je kan met haar gaan dansen. Neem je vrouwtje bij de hand. Want hou de hand vast. Dat is seks. Dat doe je niet met een man. Dat is toch logisch? Een kerel, dat doe je gewoon zo'n schouderschop. Zo'n schokje, een schopje. Een schouder. Hé, man. Zit niet zo te cyclen. En met een vrouw, die hou je bij de hand. Dan ga je geen seks meer hebben. Waarom zou je haar blote lichaam moeten zien? De waarheid van een vrouw blijkt toch uit hoe zij. Hoe ze, moet ik nou zeggen, hoe ze doet of hoe ze speelt. Ook in het spelen, dat zijn de kwetsbaren. Die moet je in de gaten houden. Dat zijn de belangrijke. En niet het lichaam. Ja, kom op. Ja, dat zeg je nou wel, Perry. Maar straks op de huwelijksnacht, dan blijkt dat ze hangtieten heeft. Ik wil wel van tevoren even zien, hoor. Nou, als je er zo een bent,
Dan verklaar ik namens, dan ben ik vanaf nu de leider van de vrouwenorganisatie van deze aarde. Dan word je minimaal gesteriliseerd. En reken maar dat wij dat voor elkaar kunnen krijgen. Als jij er zo eentje bent. Je zegt van een vrouw van ja, ze doet wel aardig, ze doet wel leuk, maar ze heeft hangtieten. En ik wil er wel eentje hebben met van die, ja. Of de kont deugt niet. Ja, ze heeft appel, sinaasappel, dinges, huid. Ja, steriliseren is genadig, denk ik. We kunnen je ook onthoofden. Letterlijk. Ik meen het serieus. Ik vind het heel erg hoe er omgesprongen wordt met vrouwen. Ik heb een ontmoeting gehad met een vrouw. En dat ging hartstikke diep. En toen ontmoette ik een andere man. En die kende haar. Van lang geleden. En hij zei tegen mij: ja, ik ken die mevrouw. Oh, ja, leuk man. En ik vertelde wat ik had meegemaakt. En toen zei die man tegen mij: ja, maar ze heeft wel kleine tieten. Nou, haar tieten zijn ongeveer. Ik heb geen tieten. Maar zij heeft tieten. Dat heb ik gewoon gezien. Ik niet. Zij heeft 3 kinderen. Die heeft ze gezoogd. Zij heeft tieten. Ja, maar wel kleine tieten. Ik snap niet waarom. Ik haat die mensen die zo over vrouwen denken. Laat die manette als Winston de mallenmolen ingaan. En eventjes kennis maken met meneer Satan. Die doet alsof God hem niet ziet, maar dat kan dus niet in dat sprookje. Want Satan wordt gezien door God. Het is een manier van denken. Waarmee je heel makkelijk kan doorkijken door al die boeken zoals 1984 en Brave New World of whatever. Dat je weet waar het sprookje begint. En de moraal is dan. Oh ja, even terug naar 2 plus 2. Daar hebben jullie nu over nagedacht? Ik ben een beetje doorgeouwehoerd. Hoeveel is 2 plus 2? Nou, het foute antwoord is 4. Het correcte antwoord is. Wat is de context? Het correcte antwoord is, I do not understand. Dus je reikt je hand uit. Ik begrijp het helemaal niet. Ik heb additionele informatie nodig. Toevoegende informatie. Hetzelfde is als iemand aan jou vraagt: waar is Jan? En je kent 3 mensen. En die ene heet Johan, maar die noemen ze wel eens Jan. Je hebt iemand die wordt altijd Jan genoemd. En je kent ook nog een Jannes. En die heette ook wel Jan. En iemand vraagt aan jou: waar is Jan? Dan mag je er niet zomaar van uitgaan
dat die persoon wel die ene Jan bedoelde. En dan zeggen, ja, Jan is op het toilet. En vervolgens stort de hele sodemieterse boel in elkaar. Altijd goed nadenken over wat je zegt. Goed nadenken over de inhoud van de vraag. En in het boek van William Blair wordt dat eigenlijk hartstikke leuk toegelicht. Want wat is 2 plus 2? Hey. Als je die ontleedt, die vraag, dan zal je een antwoord moeten geven wat past in de, ja, in de geschreven taal. En wat is 2 eigenlijk? Om maar te beginnen. Want plus, dat is toch ook 2, of niet? Dat zijn toch 2 streepjes? Je hebt dus een zwaantje. Dan doe je een lijntje omlaag, een lijntje van links naar rechts en dan weer een zwaantje. Dan doe je 2 streepjes onder elkaar. Eentje boven, eentje eronder. Is gelijk, heet dat. En dan puntje, puntje, puntje. Wat wil iemand van je weten als die een vraag stelt? Kan hem uittellen, dan kan je zeggen, nou, ik interpreteer dat zwaantje als 2, 0, 1 eigenlijk. Dat zijn er 2, 0, 1, 0, 1. Dan heb je nog een keer 0, 1, dus dat wordt dan 1, 0, 0. Ik zie een lijn omlaag, dat is ook 1. Ik zie een lijn van links naar rechts, dat is ook 1. Dus dan moeten er weer 2 bij. En die 2 lijnen, die kruisen elkander. Dus er moet er nog eentje bij. Want die andere streepjes van is gelijk, die kruisen elkander niet. Wiskundeles. Logica les, moet je zeggen. Meta-wiskundeles. En 2 plus 2, ja, dan kan je zeggen dat is 4. Dat is binnen dat dogma van de rekentoestand dinges. Maar waar komt die rekentoestand dinges vandaan? Daar gaat het om. En daar speelt meneer Blair mee. Ja, mooi zo. Geinig. Ik weet zeker dat mensen in die tijd niet wisten van de waarheid die ik ken. Dus mensen worden daar bang van. Het is ook voor de rest die scène met die rat. Iedereen is daar dan van onder de indruk dat ze dan eerst de tieten van dinges hebben gezien. Die vrouw en de billen. En dan met die rat. Ik heb in mijn huis 6 ratten gehad. De eerste 2 die zijn in de puberteit gekomen bij de moeder van mijn kind. En dat ging helemaal niet goed. Dus ik heb die ratten gered.
tegen mijn dochter gezegd, het is afgelopen. En mijn dochter, ja, maar ik moet dus een beetje 5 dagen per week daar zijn. En dan kan ik niet voor ze zorgen. En ik zeg, ja, maar daar wordt niet voor gezorgd. Doe ze maar bij mij. Hier met die ratten. En zo ga je niet met dieren om. Ja, Perry, dan klink je wel heel erg streng, hoor. Het punt is, je gaat niet zo met dieren om. Ik die ratten naar mijn woning weten te verplaatsen. Ik heb die twee rattenkooien, had ze. Maar niet leuk ingericht, niet geinig voor die ratjes. Van... Dat was ook het probleem van Auschwitz, dat ze daar toch wel minimaal eens per week iets leuks. Ze hadden daar een theater en een zwembad en je mocht voetballen tegen de krijgsgevangenen. Dat is ook geinig. Een beschuttingskamp. Dat is op het Duits. Nou, dat moet je maken voor die ratten. Want bij mij kunnen ze niet weg. Ik woon 3 hoog. Als ze naar beneden gaan springen, dan zijn ze dood. Die zitten ook opgesloten. En ik mag de deur uit. Maar wel zoveel mogelijk ruimte voor die beestjes. Mijn dochter heeft er met leden ogen op toegezien hoe die ratten hier losgelaten werden in mijn woning. En ze hebben de Turkse bank kapot geknaagd. Dat is dan mijn volgende probleem, want dat geeft dan sociaal gesproken een slechte indruk als hier een belastingambtenaar er binnenkomt en denkt van wat voor sukkel is dit. Of mijn moeder, nog erger. Hey, dat is een grapje, als mijn moeder hier naar luistert, mijn mam is een grapje. Of mijn zus. Of een van mijn tantes. Die zeggen allemaal, oh wat erg. Nee, dat is helemaal niet erg. Ik wilde dat mijn kind om zou leren gaan met dieren zelfs zoals ratten. Want een poes, die heb je zo te pakken. Honden, easy peasy. En nou ratten. En daar betaal je een prijs voor. Ik heb mijn Turkse bank eraan gegeven, dus ik heb genoeg betaald voor die ratten. Ik heb er 6 gehad. Die aten gewoon uit onze hand. Blij, jongen. En zo fluisteren in mijn oor. Ratten kunnen praten. En dan zat ik te programmeren. En dan, dat was Woezel. En die stopte ik gewoon in mijn trui. Het was een beetje koud. Het was al oud. Dunne vacht. Oeh, zo koud. Kom op. Lekker bij mij in de trui. En niet krabben, AUB. Woezel heeft me ook nog een keer in mijn neus gebeten. Trouwens. Ja. Maar toen was ze jong, hoor. En toen wist ze nog niet dat... dat weten ratten niet altijd. Ze kunnen je bijten. En als je dan terugtrekt, dan gaan ze ook gelijk terugtrekken. En dan weten ze dat ze te ver gegaan zijn. Dat je terugtrekt. Dus wat is het probleem met ratten? Ik zie daar geen probleem mee. Het is een sprookje dat ratten die brengen de pest voort. Het zijn vieze dieren. Je moet ze killen. Ik zou niet weten waarom.
Gedomesticeerde ratten dan. Als je van die hele dolgedraaide wilde ratten hebt, joh. Maar waarom zou je die hebben? In Arnhem wonen hier echt heel veel ratten. Ik heb er ook wel eens zien lopen over straat. 'S Nachts. Dan ben ik nog langs die tuin gelopen. Van, waar zit dan dat hele nest? Hè? Dat kan je helemaal niet zien. En rattenvrouwtjes, even over ratten dan te prijzen. Hè? Rattenvrouwtjes hebben geen abortus nodig. Ratten, die gaan door voor slim. En misschien dat dat wel vooral geldt voor die vrouwtjes. Nou, nu gaan we geinen. En met die ratten van 1984, hè, van George Orwell. Hè? De grote martelscène. En wat erachter zit. En bij rattenvrouwtjes is geconstateerd dat als die zwanger worden en de omgeving deugt niet, of de omgeving deugt niet en dan willen ze niet neuken, want ze weten dat als ze wel gaan neuken en de omgeving deugt niet, dat je dan je hebt wel lekkere seks gehad, maar ergens moet je aborteren. Dan verschrompelt het in je baarmoeder. En dan gaat het eruit. Je kan zeggen dat de rattenvrouwtjes per definitie zedig zijn. Als de omstandigheden er niet naartoe zijn om te wipperen. Slimmer dan mensen. En wij hebben dan, sorry dat ik dan zei, wij hebben abortusklinieken nodig. Dom, 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 dom. Zo zijn wij. En dat is het angstaanjagende van zo'n boek als 1984. De boodschap is eigenlijk, aangezien we niet van onze vrouwen af kunnen blijven, en ons er mooi uit willen laten zien. Onze enige redding is om te gaan werken voor als ambtenaar. Nou, ga leren schaken. Leer dat. Het is hartstikke ingewikkeld. Ik ben er zelf nu een tijdje mee bezig om te leren schaken. Dus makkelijk is dat niet hoor. Vroeger was dat moeilijk. Was er maar af en toe een schaaktoernooi. En dan moest je in de krant in de gaten houden wanneer er een schaaktoernooi was. Tegenwoordig is er elke seconde een schaaktoernooi. Elke seconde kan je furoren maken. Je begint als eerste om die kleine jongetjes te verslaan. Niet te hoog ingokken. En oefenen op dat langzame tempo, dat heet classical. Heb je totale tijd 15 minuten, of nee, basistijd 15 minuten per persoon. Dus een kwartier, allebei een kwartier. Plus 15 seconden per set.
geweldige game. En dan kan je ook afdwalen. Dan ga je naar onderen toe. Dan krijg je Rapid. En dan is het 10 minuten per persoon klaar uit. Dus geen extra seconde per set. Ga je nog lager, krijg je Blitz. Dat is 5 minuten plus 3 seconden per set. En daar weer onder heb je Bullets. Zo snel als een kogel. Ik sprak niet, leuk dat ik zei ik sprak. Maar ik sprak schaak, als het ware. En wij zaten te chatten ook. Daar moet je ook nog tijd voor hebben. En we speelden Blitz. En in de tijd dat hij zat na te denken, typte ik wat grappers. En dan heb je het over 4 zinnen per persoon, per partij. En hij zei dat tegen mij. Van, ga meer naar die bullet toe. Train in de bullet. En jullie ook. Je moet 1984 gewoon begrijpen. Als een positief boek. Het stelt toch niks voor vergeleken met de Bijbel. Dus waar heb je het over? Ga lekker schaken. Maak al die tegenstanders af. Op het bord. Train je brein. Train je brain, kan je ook zeggen. Een trein is van doem me de 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 doem. Het is heel belangrijk om dat te repeteren. Ja, maar ik heb er geen tijd voor. Daar heb je wel tijd voor. Niet gewoon niet zeuren, homo. Want het is een mooi einde van 1984 met dat schaken. Als ik me allemaal goed herinner, natuurlijk. En dan begeert hij haar niet meer. Want hij is mishandeld door die rat. Als je hem dat ziet. Het is niet zo ingewikkeld als het boek Job. Het is best een eenvoudig boek. Metafysisch gesproken. Hij begeert die vrouw niet meer. Hij zit alleen maar een beetje te schaken. En hij luistert naar de kerkklok. Tik, tok. Daar moeten jullie allemaal ook naartoe. Dat is echt positief. En waarom dan schaken? Ja, je kan ook gaan dammen. Dat is ook leuk. 4 op een rij is ook leuk. Mijn opa heb ik gespeeld. Duikbootje. Dat was een ongelooflijk leuk spel. Want daarmee kon ik altijd winnen van mijn opa. En dat wist mijn opa ook wel. En die begreep nooit waarom ik kon winnen. Dat was omdat mijn geheime opstelling, die was chaotisch. Ik wist toen al van chaos. Ik zet gewoon overal alles neer waar mijn opa het niet verwacht. En dan mijn opa coördinaten afroepen. En, ik wil 1-3 of zo. Of A3. En dan zei ik, plons. Ja, die was mis. Mijn opa daarentegen, die stelde alles symmetrisch op. Ik deed een aantal proeven, ja, bommen. En dan wist ik hoe de rechterkant eruit zag. En dan wist ik ook hoe de linkerkant eruit zag.
Ja, dus dat won ik altijd. Maar met schaken, dat gaat echt een stap verder hoor. Daar raak je niet over uitgepraat. Het is een heel bijzonder spel. En mijn aansteker is op. Maar jullie zitten toch te luisteren, dus dat kost een seconde. Gafonje. Lucifers. Schaken, dat is zo verhipt en ingewikkeld, dat ze inmiddels computers hebben die van iedereen winnen. Daar hebben ze computers voor nodig. Bij Go hebben ze dat nog niet voor elkaar gekregen om een mens te verslaan. Niet bij mijn weten. Go is een spel met heel weinig spelregels. Daar heeft schaken geen last van. Je hebt zelfs die de rokaderegels heb je. De en passant regel heb je ook nog. En los daarvan, je paarden die poppen de poppen de poppen de poep. En je lopers, je bishops. Die pakken alleen maar één kleur. Heftig. En inmiddels met die computerdingen. Ik ben ooit bang geweest, serieus. Dat is ook voor jullie goed om te weten dat ik wel eens bang ben geweest. Ik ben ooit bang geweest dat het hele schaken zou stoppen door de computer. Ik fok. Dan moet je een robot worden om nog te kunnen schaken. Nou, het antwoord is helemaal niet. Het is hartstikke leuk met die computer erbij. En tegenwoordig kan ik schaken tegen Jan en alle man over de hele wereld. En dan klik je op een knop en dan krijg je de analyse van je partij. Met alle aanwijzingen van de computer. En ik zie dan ook wel eens aanwijzingen van de computer van, ja, dan moet je dit doen. Dus ik denk van, ja, maar dat vind ik saai. Dat wil ik nu niet. Ik ben toch aan het spelen. Ik wil af en toe gekke dingen doen. Nou, even kijken of ik kan winnen. En natuurlijk, dan denk ik het volgende, oké, en waar ging het dan echt fout? En bij mij is het meestal dat ik niet op tijd mijn aanval opgeef. Ik sta er op zich goed voor, maar ik moet me even terugtrekken. Dat zijn altijd dezelfde fouten hoor. De periwinkel, de grote bravoure. En dan. Ja, dan ga ik down. En zo kan de computer ons iets leren over schaken. En los daarvan moeten mensen tegen elkander schaken. Dus niks mis mee. Je kan ook Go gaan spelen. Met schaken kan je. Ja, een spelletje Go, hoe lang duurt dat? En schaken, dat kan je met een schaakklok. Een goede ramklok.
kost zo'n ding? Waar je keihard op kan slaan. Want ik ben klaar met mijn set. Eerst je set zetten en dan bap. Nou, gewoon kijken hoe snel je komt. Breintraining, anyone? En het schaakspel, dat gaan wij mensen niet doorgronden. Dat kan ik je wel vertellen. We zullen nooit op het niveau komen als een Alpha Zero. Want zo dadelijk krijgen we 128 bits schaakprogramma's. Nou, de Bedeloo. 256 bits. Qua computer zitten we nu op 64 bits op het consumentenniveau. Dat is een beperking voor het schaken. Maar zo dadelijk, dan daalt dat af. Dan krijgen we 128 bits. Ja. Dan krijg je 128 bits op consumentenniveau. Dat komt eraan. Waarom niet? Gebeurt dan eerst vanuit de hobbyistenhoek of zo. En dan kan je een schaakcomputer bouwen, jongen. En dan ga je naar 256 bits. En qua bussen. En dan gaat het hard, hoor. En dat halen wij nooit in. Onmogelijk. We creëren wel de ultieme schaakleraar. Je hebt een set gedaan en de computer zegt van nee, dat was een blunder. En dat hebben we nu al met Stockfish. Stockfish moet je zeggen. Dat is een schaakleraar. En nu gaat het erom dat jij dan schaken leert. En dan met je vieze kleren en je stinkende sigaar of je whatever naar de kroeg gaat en er daar eentje van tafel af mept. Dan gebeuren er dingen. Ja, maar Perry, hoe kan je dat nou zeggen? Want door het spelen van een partijtje schaak kan jij je dingen laten gebeuren? Ja, nou, niet per se ik. Men wel. Ik zat laatst in de kroeg en daar waren de mensen aan het goochelen. En ik had ze lopen uitdagen. Een beetje lopen prijzen. Ja, ik kan me nog herinneren dat die ene heette Herman en die andere heette Jurjen. Boeksen. Als je wat centen over hebt en van die vervelende familiegasten. Herman en Jurjen. Dus dan moet je een e-mail sturen naar Café de Wacht. De Dingesbeekstraat nummer 1 in Arnhem. En vragen naar Herman en Jurjen. Dan ben je gelijk van die vermijdende familiegast af. En iedereen heeft het naar zijn zin. Ik garandeer het. En ze danken je voor het feest. En je hebt ze niet bezig hoeven houden. Want dat doen Herman en Jurjen wel. Kan je je voorstellen wat een lekker feest dat wordt? Moet je wel genoeg gasten hebben. Die twee die kunnen ook 40 man aan, hoor. Die kunnen gewoon tussen het publiek gaan mengen. Dat doen ze ook. Dat zijn van die mannen die hebben eigenlijk hun kleren al uitgedaan voordat ze naar de kroeg gingen.
Die komen daar in een blote reet. En die konden dus allebei goochelen. Dat vind ik ook een goeie. Als je nu kan schaken, leer je dan goochelen. Zo, dat ik net had, man. Echt een schande. Ik zat daar gewoon alleen maar te betalen voor mijn jenever. En ik kreeg een aantal goocheltrucken te zien. Gratis en voor niets. En dan heb ik ook nog... Jurjen was dat. En die zei, ik ben niet vingervlug. Ik ben mentalist. En ik, wauw. En nu wordt het interessant, hè? En hij waaierde dat mooie pak kaarten uit. En met zijn vingers ging hij er doorheen bladeren. En zo. En dan zei hij, welke zie je? En dan doorbladeren. Oké, zei ik, heb het begrepen. En hij vouwde dat dek kaarten weer in elkaar. En hij zei, laat me raden. Was het deze kaart? Schoppen 7. Dat klopte. Ja, geweldig. Dat is ook goed voor jezelf. Of je gaat... Of je gaat altijd zingen als je gaat douchen. Zoiets. Dat zijn de belangrijke dingen. De dingen waarmee je in kan vullen. Leren koken, dat is ook een goed idee. Ga naar de markt en neem een paar kinderen mee. Gewoon voor de gein. Doe een keer je best voor het avondeten. En dat je al 3 dagen van tevoren gaat aankondigen. Want ja, zaterdag komt er lekker eten. Want voor lekker eten heb je meerdere dagen nodig. Wist je dat? Niks vreselijkers eten als het eten wat ratje bereid wordt. Behalve dan wat ik verzonnen heb. En dat is champignonsoep. Met van die voor te bakken broodjes. Die zijn voor gebakken, maar die moet je nog bakken. Een salade. Met champignons erin. Schuit dingen. Knoflook erbij. Kijk maar. Vegetarisch. Want dat moest. Want ik mocht op maandag geen vegetarische dingen koken. Hè. Tomaatjes erin. Ja, zoiets. En de tapenadas. Voor tapas? Nee, dat haalde ik bij de Turk. Van die meuk. Dat kan je op je broodje smeren. Ja, dat heb je klaar. Een half uur. Een kwartier boodschappen doen. En dan gelijk de oven aan. Als eerste, als je thuis komt, gelijk de oven aan. En dan, terwijl die oven staat te verhitten, ga je beginnen met die pan voor de champignonsoep. Na 10 minuten dan ben je al bezig met de salade. Ben je de eerste dingen aan het snijden. Gewoon een beetje wassen.
die broodjes zo snel mogelijk de oven in. Een goed doorbakken brood is lekker. Vooral als het vers doorbakken is. Het kan niet vroeg genoeg de oven in. Dan mag je best een beetje eroverheen gaan, vind ik. Lekker knapperig brood. En dan die champignonsoep. Dat is uitje erin. Lalalala. Bekende dingen. Knoflookje erbij. Scheut kippenbouillon. Dat deed ik dan. Of uit een zakje of zo. Ik heb ook champignonsoep weten te maken in die tijd. En dat was met die Chinese champignons. Die kon je gedroogd kopen. Dat was niet duur. Dan moet je weer heel anders, dan moet je heel anders werken. Want je hebt maar een half uur. En dat zijn uitzonderingen. Als ik ga koken, als je mij vraagt om te gaan koken, dan ben ik. Dat is dagen van tevoren al beginnen. Ik vertel dit nu over het koken als alternatief voor het schaken. Dagen van tevoren al beginnen. En controleren. Wat wil iedereen eten? En dat hoef je niet aan iedereen persoonlijk te gaan vragen. Wel, ken je iemand en die kent die andere ook wel. En dan vraag je, hoe zou dit gaan vallen? En als iemand zegt, nee, dat gaat hem helemaal niet worden. Dan ga je dat juist wel doen. En rekening houden. Mijn oplossing was, ik kookte altijd curry voor een feest. Ik vind dat een hele interessante smaak. En ook dat het zoveel voorbereiding kost. En dan maakte ik er twee. Eentje zoals ik die graag eet. En eentje voor de bangerikken. Zo ga je koken. En met zo'n plan, dan ben je. Je hebt je verjaardag gepland of een feest of whatever. En weken van tevoren zit je al een beetje met een, ja, van, oh, wat moet ik doen? Oh, wat moet ik doen? Want je kan toch niet zomaar allemaal mensen bij je in je huis uitnodigen zonder dat je die mensen fatsoenlijk te eten geeft? Of praat ik nu te snel? Je kan toch niet zomaar allerlei mensen bij jou in je huis uitnodigen zonder dat je die mensen iets fatsoenlijks te eten gegeten hebt. Heeft, mag je denk ik ook zeggen. Het is een zorg die je hebt als kok. En dat kost tijd. Dan kan je zeggen, ja, maar dan moet ik in de keuken staan en ik weet niet of ik daar zin in heb. Het punt is, je staat in de keuken. Als je de hitte niet aan kan, dan moet je wegwezen. En hoe heet is het nou eigenlijk in de keuken?
Ken je dat leuke verhaal van die esoterici, die satanisten, over de hel? In de hel is het heet, of niet? Ga maar even nadenken. Wat is de hel dan? De dood is volgens mij koud. Ja, ik zeg maar wat hoor. Ik ga er zelf maar even over nadenken. De dood is koud. Het leven is warm. Jean-Paul Sartre heeft gezegd: l'enfer, c'est les autres. Ik geloof ook helemaal niet in een hel. Ik geloof in het leven. Christus Jezus heeft gezegd dat degenen die van hun talenten geen gebruik hebben gemaakt op de manier waarop de Heere, dus de Vader van Christus Jezus, dat gevraagd heeft, dat is niet leuk. Dat is een andere fameuze van hem. Want zalig zijn de armen van geest. Terwijl Christus Jezus naar mijn mening stom verbaasd keek naar al die mensen met talenten. En Christus Jezus heeft zichzelf laten spijkeren tot een marteldood. En ik denk, wat stelt dat eigenlijk voor? Hé, hey, klojo's, waar moet ik hangen? Oh, hier. Oh, dat is goed hoor. Weet je nog hoe hij die kruis toch gedaan heeft? Dat wil ik even. Hij was helemaal niet moe. Goeie begrip, hè? Als je dan toch over de kruistocht van de Christus Jezus hebt. Dat was helemaal niet moe. Die deed alleen maar alsof. Dat bloed stroomde van de kop. Wat maakte hem het doet? Hij was bezig met zijn opdracht. Ik plaat nu een beetje praat. Maar ik ken die buitenlanders mij ook verstaan. Eben die Deutsche. Dat gaf helemaal niks. Gaf niks. Was op weg naar zijn opdracht. En dan kreeg ze maar slag. Wat makkelijk doet. En dat ga u onmiddellijk per nu ook zien. Dan mag ze wel de dom boekjes lezen, wie de 1984. Maar je moet goed begrepen worden voor hol over God. En dat is geen 1984. Winston uit de boek. Laat ik maar terugschakelen. Ja, ik kan terugschakelen. Dat figuur die zich opofferde om toch maar te leren schaken,
en dan maar in leven te blijven, daar waarde Christus niet. Ik laat maar een beetje een poos vol, hè? Dus je mocht niet bang zijn voor die nieuw wereldort. Daar heb geen zin. Je moet zijn wie de Christus Jezus. Je moet uw naast lief hebben. Je moet uw vijand lief hebben. Daarmee moet ze de onderscheid maken tussen een vijand en een vriend. Maar bed moet ze lief hebben. Ik ben toch duidelijk overkomen, of niet? Ik heb net zo'n zendingmacht. Met al de filosofie erin. Dan mag ze toch wel een beetje bedeesd worden. Want al de geouwhoer wat ik doe, dat is mij betaald. Vanuit de belastingdienst. En vanuit alles. En ik ben een lapschwans. Heus mij goud. Ik heb toen niks te vertellen. Ik heb alleen maar te wies naar de Bijbel. En als ze de Bijbel niet gaat lezen, dan krijgen ze van de linker kont op de kont of van de rechter kont op de kont. Alle mens die niet begrip dat wie mens geschreven hebben en dat er bewijzen zien. Al die dombo's die dat ontkennen. Go home and be happy. En dat moeten jullie het begrijpen. Dat als ze mij goed versteert. Dat een aanwezigheid is. Als je meer versteert. Dan is het een aanwezigheid. Dan mag ze alles doen. Er is een occult dogma. Dat heist do what thy willst. Do what thy willst. That was correct English. Dat is wat ik van jullie verlang. En niet namens mij. Dat kan niet anders namelijk. Ik ben niet degene die jullie gaat vertellen wat je moet gaan doen. Ik vertel je alleen maar dat je moet doen wat je... Maar wel. Een dodelijk antwoord. Ken je dat mooie boeddhistische paradox? Want die boeddhisten, die wisten er wel degelijk wat van. Ik kan zeggen, ja, maar jij bent toch christelijk, Perry, dus... En al die christenen van jou, die vertrouwen Boeddha niet. Ja,
Het maakt mij niet uit. Ik weet dat Christus het eindantwoord is. En dan komt een tweede. Ik zou hem zelf wel willen zijn, eigenlijk. Ik denk echt aan de antichristen. Een keer kaboom. Ik moet mijn mond houden. Mijn hele omgeving zegt... Shh, shh, shh. Ik denk, oké. I'll keep silent. Het is mijn getuigenis. Zo kijk ik tegen de wereld aan. En ik vind dat iedereen de antichrist moet zijn. Ja, homo. Ik ben net als Christus, maar ik ga niet aan het kruis hangen. Ja, precies. Ja. Vechtsport. Lid worden van een schietvereniging. A.U.B. Please. Alsjeblieft. Moet ik huilen? Echt een kop. Maar wat kost je dat, man? Homo. Je kan je wijf meenemen. Heb je dan een lidmaatschap? Een jaar lang. Ik heb toch meegemaakt dat die wijfjes zeiden... Nou, ik wil graag wat samen doen met mijn man. Dus daarom ben ik hier. Een idee bewijzen, overleggen. Dat is allemaal genoteerd. Dat is een beetje gezeur. En dan knallen. En het gaat vooral om de knallen. Ja, maar ik heb geen verklaring omtrent gedrag. Ja, nou, je hebt wel een vriend. Die heeft wel een verklaring omtrent gedrag. Een paintball gun. Waarom denk je dat je, godverdomme... Want ik ben de antichrist. Waarom denk je dat je hier geboren bent? Als een naakslak? Een knalle man. En die rust voelen. Als je een geweerschieter bent. Dan moet je rechterschouder helemaal omlaag. En de totale... En dat geweer wordt helemaal zwaar. En dat hangt helemaal in je rug. En dan zie je precies door je vizier. Dan zie je dat helemaal. En dan een stijf pak aan. Dat je helemaal in balans kan staan. En doormikken. En dan... En dan... Dat geweer op de standaard leggen. Ja, doe het! Alsjeblieft. Moet ik huilen voor jullie mensheid? Zonder dat ik aan het kruis ben gehangen. Nou. Ja, doe het gewoon. Ga kruisboog schieten. Gevaarlijke kano varen doen. Allemaal idiote dingen. Even kijken wie er de beste of slechtste vrouwen heeft. Take the test. En ik denk dat mijn dochter kan dus erg goed schieten. Die heeft van mij gewonnen op de kermis. Ja, maar Piggy, dat is een droevig verhaal. Dat heb ik niet nodig voor mijn slapen gaan. Ik heb echt getraind. De avond van tevoren ben ik naar de kermis gegaan. En ik heb tegen die man gezegd, ik kom even trainen. Gewoon vet betaald. Dat ging geweldig, hè? Dus ik was totaal toet, toet,
totaal afstuiten, voorbereid. Dus, de avond daarna, dus, ik zei tegen die man, van, nou, dit is er. Zij moet die gun, we gaan gamen. Wat kost dat? Dat was het, weet ik wel, tientje of zo. Nee, niet eens. Toen heeft ze mij eraf geschoten. Kut. En mijn dochter was zo schijnig. Rechts van ons stonden die Antilliaanse of Surinaamse, in ieder geval bruinhouders. Maar van die luidruchtige meisjes. En die doen dan. En die jongens dan zo. Wild. En mijn dochter zei nog, met die wilde lui, hoe kan ik dan mikken? Ja zeg, ja, we zijn hier om een wedstrijd te doen. En jij wint of ik win. Ja. Duidelijk, toch? Ze mikken. Homo. En die man, die had zo'n hele dikke buik. Want op die kermis, daar stond ook zo'n friettent. En ja, lekker. Een graanbuik had hij. En die liep toch ook voorlangs. En die wist ook wel van, ja, waar ze mij ook maar raakt. Ik pluk dat kogeltje echt wel uit. Dat is zoveel joule. Hij weet ook wel dat het niks is. En hij loopt dus voor die sterretjes langs. En mijn kind helemaal geïrriteerd. Maar ja, ik zit te mikken. En hij loopt er voor langs. En hij neemt een risico. Ik zeg, kut homo, wie gaat er winnen? Ja, zij won. Dus. En dat is heel belangrijk, om dat je kind te laten leren. Dat kan je met spelletjes doen, met schaken. En luchtbugs is ook heel leuk, of een proppenschieter. Het is vanuit de rust waarmee je wint. En voor de rest is het 1984. En allemaal onzin. Wij gaan onze kinderen goed opvoeden. Daar gaat het om. Ja. Lekker rustig. En verklap ze maar gewoon. Zeg maar tegen je kinderen, mama heeft niet zoveel geld. Nou en dus? Wat zit er nog van? Ga maar kleine visjes vangen in de Rijn. Ze zitten hier hoor. En die hele kleintjes, dat zijn grondeltjes. Ja, tik ze binnen. Er komen vanzelf nieuwe grondeltjes. Dat is een exogeet. Ga maar grondeltjes vangen. Inleggen in het zuur. Die kinderen die gaan die potten met die grondeltjes die ze gevangen hebben, die gaan ze op de plank zetten. En laten inzuren. Weet ik veel hoe dat moet. Dat die grondsmaak eruit komt. Ja, til die beestjes uit het water. Moet ik voor jullie vrouwen de filosofie van vrouwen gaan opschrijven? Moedig je kinderen aan tot anarchie. Ja, maar mama, ik ben maar 6 jaar en ik heb geen visvergunning. Dan moet je tegen zo'n kind zeggen, ja, klojo, als de politie komt, dan handel ik dat verder wel af.
Ga maar grondeltjes vangen. Aan de Rijn. En vraag maar aan Perry of zijn vriend, die Belgische vriend, waar ze zitten. Nou, tel ze er maar uit. En jij als mama gaat het klaarmaken. Dat is de doorgaande yin-yang. Het heeft geen enkele zin als de mannen als enige een beetje de wijsneus lopen uithangen. Dat moeten vrouwen ook doen. En jullie verdommen het om een boek te schrijven. Behalve 50 tinten grijs en l'histoire d'eau. En dat moet toch echt andersom, dames. En ga dan maar naar mij luisteren. Met hoe het moet. Dat jij je... als je een meisje hebt... Oké, dat is kut. En dat meisje kan jongetjes krijgen. Daar gaat het jou om. Om die jongetjes. Want die jongetjes zijn ongelooflijk dom. In eerste instantie. Dat is al heel lang verteld in de mythologie. En ik heb het zelf geconstateerd in de empirie. Het is geen dommer wezen dan een klein jongetje. En daar ga jij mee overweg. Dat kan ook je kleinkind zijn. Het kan ook een jongetje zijn dat helemaal geen gezin heeft. Je bent een vrouw of net. Dat kan je ook als man. Dat is ook een... Maar van mannen wordt momenteel in Nederland verwacht dat ze vrijwilligersdienst doen. En vrouwen zijn meer vrijgesteld van arbeid. Dat is de huidige situatie. En los daarvan is het de vrouw die de baas is. Materieel gezien. De vrouw is de manin, heet dat. De helper. Toen wij de Adam, de mannen, wat er nu nog over is van Adam, ik weet het ook niet. Later werd het Christus. Dat wij stom van verbazing ons afvroegen aan God. Wat heb ik aan dieren? God zei, ik geef jou een vrouw. En toen vond Adam het goed. En dat is dus niet zoals in 1984 je seks gaat lopen hebben met een vrouw. Je seks gaat lopen hebben in die zin van ik doe het, want ik vind het lekker. Zoiets. En de volgende keer praat ik daarover verder. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik zet op 1,5 uur. Dus het is tijd voor jullie om te gaan slapen, denk ik. En op zijn hamburgers, een sake
Tjus. En dag, liefas.